De VVD-fractie is eruit. Er is steun voor de asieldeal. Maar volgens premier Mark Rutte was dat niet het belangrijkste wat er werd aangekaart. De discussie ging niet eens zozeer over de spreidingswet. De discussie ging vooral over de grote bezorgdheid die bij de fractie leeft over de hoge aantallen asielinstroom zoals die ook de laatste weken weer zichtbaar zijn geworden. En hij geeft daarin zijn partij gelijk. Daar ga ik als voorman van deze partij mee aan de slag, want die aantallen zijn inderdaad te hoog. En daarom gaan we nu naar Den Haag, want de deal is dus rond. Na een urenlange fractievergadering waar dus zelfs de premier aan te pas moest komen om de VVD-fractie van de plannen te overtuigen. Naar politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag, Kees. Ja, het is Rutte dus gelukt. Kunnen we dat concluderen? Ja, het is hem gelukt, ja, op mijn eerste werkdag hier in Den Haag. En wat voor werkdag, want ik mocht gelijk urenlang wachten in een gang. 4 uur lang heb ik in een gang gezeten met de voltallige Nederlandse pers. Elke keer als die deur dan openging, dachten we komen ze, maar dan was het weer een lunchpauze. Maar de VVD moest dus vandaag overtuigd worden van die asielwet, 34 Kamerleden. En ze waren niet unaniem. In het weekend leek het er nog op dat ze het zouden gaan steunen. Dat dacht fractievoorzitter Sophie Hermans. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. En dus moest Rutte vandaag langskomen. Er werd wel gesproken van een crisisoverleg, maar Rutte zelf zei vooraf, er is geen crisis in de VVD. Nou ja, als je dat zo expliciet moet zeggen, kun je misschien toch daar vraagtekens bij zetten. Maar hij ging rond 11 uur naar binnen en iets voor 2 uur kwam Rutte dus weer naar buiten. En hij zei, het was een hele indringende vergadering. Maar we zijn eruit. Het ging vooral over het beperken van de instroom. Hij zei, die aantallen zijn inderdaad te hoog, dat hoorde hij net zeggen. En het ging niet zozeer over die asielwet, maar vooral dus over het beperken van die instroom. Ja, en je hebt ook Rutte gesproken volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja, en die wilde eigenlijk niet heel veel zeggen. Hij wilde niet zeggen of er daadwerkelijk steun was voor de asielwet. Hij zei, dat is aan de fractie. Leverde nog wel een heel spektakel op toen we met allemaal journalisten Rutte alle gangen door moesten achtervolgen. En hij heeft ongeveer 100 keer herhaald, dat is aan de fractie. En dus iets later kwam ook daadwerkelijk fractievoorzitter Sophie Hermans zelf naar buiten met het verlossende woord. En heel veel mitsen en maren, maar uiteindelijk kondigde zij aan dat de VVD-fractie de wet steunt. Een pittige fractie gehad en een stevig gesprek gevoerd. Zowel met Mark als met elkaar, met de fractie onderling. En wij hebben Mark heel stevig doorgezaagd over de instroom en onze zorgen over de instroom. En daar hebben we hem ook van doordrongen. En we hebben hem vragen gesteld over wat nou zijn inzet is als voorman van de VVD, als onze partijleider, wat zijn inzet is om die instroom naar beneden te brengen. En zijn antwoorden en het gesprek met hem heeft mijn fractie, heeft de VVD-fractie voldoende vertrouwen gegeven dat hij daar als VVD-leider voor ons mee aan de slag gaat. En daarmee, of dat maakt dat de VVD-fractie, ondanks een aantal bezwaren, een spreidingswet kan steunen. Nou, ondertussen gaat de kamerbel hier even af. Maar VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans die heeft ongeveer 100 keer herhaald hoe pittig het gesprek was. Maar dat het gesprek dus wel genoeg vertrouwen heeft gegeven aan de VVD-fractie om voor de wet te stemmen. Maar wat Rutte nou eigenlijk aan haar heeft toegezegd, daar was ze heel onduidelijk over. Rutte heeft gezegd, we nemen het mee terug naar het kabinet. We gaan er dus weer opnieuw over praten. Bijvoorbeeld over het beperken van de instroom. Maar hoe is niet gezegd. We gaan kijken hoe mensen die hier weg moeten uit Nederland ook echt daadwerkelijk weggaan. Maar hoe, dat is ook niet gezegd. En wanneer dan Rutte met plannen zou moeten komen om die instroom te beperken, ja, daar was Sophie Hermans ook onduidelijk over. Mijn geduld is niet eindeloos. Het kan mij niet snel genoeg gaan. Dus daar zal de VVD-fractie heel scherp bovenop zitten. Dit jaar nog? Ik zei het al, mijn geduld is niet eindeloos en het kan mij niet snel genoeg gaan. Ja, het kan me niet snel genoeg gaan, maar een datum wilden ze er ook niet op plakken. Nee, exact. Hoe reageren de andere coalitiepartijen? Nou ja, Rutte wilde zelf in ieder geval niet over de coalitie praten. Die zei, ik sta hier als VVD-leider, niet als de premier van de coalitiepartijen. Maar ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers die zei bijvoorbeeld vooraf, als de VVD nee zegt tegen wet, dan hebben we echt een probleem in de coalitie. Nou, dat is dus niet gebeurd. Maar we weten wel, de ChristenUnie was vorige keer ook al kritisch op het beperken van de instroom. Je weet nog wel, toen werd er besloten dat dat gezinshereniging tijdelijk werd gestopt. Nou, daar heeft de ChristenUnie met moeite toen ja tegen gezegd. Maar als de VVD nu verdere instroombeperkingen wil gaan opleggen, ja, gaat de ChristenUnie dat dan wel steunen? Dat ligt heel gevoelig in de achterban. En trouwens ook de VVD-achterban zelf, die hebben volgende week een partijcongres. Ja, er zijn ook al leden die zeggen, wij gaan een motie met een motie komen tegen deze asielwet. Dus gaat dat net zoals met die stikstofwet, dat de VVD-achterban zich nu tegen de eigen plannen keert. Dus de crisis lijkt voor nu even afgewend, maar of het hierbij blijft, dat moeten we gaan zien. En het is ook de vraag of het wettelijk mag, hè, om nog meer instroom te beperken. Ja, dat is met die gezinshereniging natuurlijk ook al. Niet alleen de ChristenUnie was daar kritisch op, maar ook heel veel juristen zeggen, dit kan helemaal
helemaal niet. Maar dan is het antwoord natuurlijk, ze gaan het gewoon doen, net zolang tot er op een gegeven moment een rechtszaak komt in Europa, waardoor het wordt teruggedraaid. Dan heb je toch weer een beetje speling om dat tijdelijk toch even te doen. Maar ja, veel haken en ogen. En inderdaad, als er al besloten wordt om verder die instroom te beperken, kan dat dan eigenlijk wel? Dat is ook nog een vraag waar ze mee aan de slag moeten. Nou ja, en precies over die vraag gaan wij over een uur om 5:10 doorpraten. Dank, Mats Akkerman, politiek verslaggever in Den Haag.